Dit gaat waarschijnlijk nooit gebeuren. Dus als je het wil zien gebeuren, dan moet je naar deze video kijken. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar de tweede aflevering van de imitatieshow. Ik heb een tijdje geleden een vraagsticker op Instagram geplaatst met daarin de vraag: wie of wat moet ik imiteren? Nou, er kwamen heel veel namen voorbij en eentje kwam er ook echt heel vaak in voor en dat was Life of Yvonne, oftewel Yvonne Koldewijer. Oh my god. Sowieso komen Juice-kanalen heel veel nu in het nieuws. Fari Not Sorry kwam ook vaak voorbij. Fari stuurde het ook zelf. Maar lief schat, Fari, sorry, maar ik kan jou niet nadoen. Er is maar één Fari. Tot zover mijn Fari Not Sorry imitatie. Daar ben ik weer, Fari Not Sorry, op je beeldscherm. In de categorie Juice en Roddels, dan wordt het toch Yvonne die ik ga proberen na te doen. En dan is het natuurlijk helemaal leuk, want die kwam dus ook heel vaak voorbij. Sarah van Zoelen. En daar heeft zij natuurlijk heel vaak over. Dus het zou natuurlijk ook wel grappig zijn om een soort dialoog tussen Yvonne en Sarah plaats te laten vinden. Dus Life of Yvonne, Sarah van Zoelen en Rachel Hazes gaan we doen. Nou jongens, dit is toch een heerlijk trio samen in één video. Dit gaat waarschijnlijk nooit gebeuren. Dus als je het wil zien gebeuren, dan moet je naar deze video kijken. Ik ben hier nog steeds voor jou op YouTube. Juice die je gewoon eerlijk gezegd nergens anders hoort. Dus ik. Maar laten we gewoon heel eerlijk zijn. Weet je nog met Monica Geuze? Kijk naar de tv of zo. Maar zijn er eigenlijk heel goed mee omgegaan. Gewoon wat ik zeg, ja, het leven doorpakken. En we zien wel wat er gebeurt. Maar wel je ogen ophouden. Hij zal het niet verwachten, maar hij is heel netjes. We hebben weer allemaal superleuke nieuwe dingen. Check deze jas. Het shirtje staat al online. Mijn favoriete vest, nu ook in deze kleuren, met rood en groen. En deze heerlijke truitjes. Gewoon simpel, maar toch top. Nou, en hoe beeldig is dit topje? In zwart en we hebben volgens mij ook fuchsia roze. Maar zwart is natuurlijk beter. Past wel meer bij Yvonne der Ziel. Ik ben heel erg trots op mijn zoon. Heel erg, ja. Vanaf maandag ben ik al aan het werk. Vanaf maandag is het zo'n gekkenhuis. Ja, een rijen tot en een rijen dik. Hier wordt ontarmd, zeg maar. Eigenlijk heel rots onder de jeugd, zal ik wordt ontarmd. Maar het is gewoon heel leuk dat het wordt ontarmd, zeg maar. Het wordt zo, ja, alsof er een arm wordt afgehakt. Zo leuk vinden mensen het, echt waar. Sarah Soel. En daar ben ik heel erg blij mee, want het is een te leuke meid. Echt een te leuke meid. Echt waar, echt waar. Ja, het is gewoon echt waar. Ik woon half in Barcelona, half in Nederland. En dan gaan we ook een yo-yo fresje bar yoghurt gebeuren openen in Barcelona. En Sarah Soel, jij bent obsessed met Monique. Je doet zelfs wel eens er fotootjes na. André had een geweldige kant en dat was zijn humor. En wil daar gewoon heel veel over vertellen. En zij zit continu mij zwart te maken. Ga lekker naar Ibiza. Oh, oh, oh.